denk het beste advies die wij gekregen hebben is om blijven heel sterk in contact te staan met onze medewerkers. Zeker in de periode dat er nog wat onduidelijkheid was in de media enzovoort, hebben we toch echt wel de moeite gedaan om dat contact te behouden. En die communicatie ook versterkt via tal van kanalen die we gaan gebruiken zijn, zowel digitaal als telefonisch. En op die manier hebben we een soort van denktank gecreëerd waarbij dat er wel heel wat leuke ideeën zijn ontstaan, voornamelijk om de veiligheid van de medewerkers en de klant te gewaarborgen. Eerst en vooral natuurlijk met iedereen in gesprek gaan. Je noteert gewoon wat de bevindingen zijn. En dan ga je eigenlijk met het operationeel team gaan kijken hoe je dat kan gaan implementeren. Zo zijn er hele leuke zaken. We hebben heel snel overgeschakeld naar volledig contactloos ordering. We hebben ook onder andere de zonering via bestikkering helemaal afgebakend. Wij werkten bijvoorbeeld met twee mensen, dus één keukenmedewerker en één front of house. En toen hebben we eigenlijk met stickers lijnen afgebakend van hun zones, zodanig de social distancing altijd kon bewaard blijven. Het is misschien maar een lijn op de vloer, maar dat gaf toch wel een bepaalde zekerheid voor die mensen. Ik denk dat we absoluut niet mogen onze focus verliezen op die veiligheid en op die social distancing enzovoort. Ik denk dat we goed bezig zijn op dit moment, maar dat we nog beter kunnen soms. Desalniettemin denk ik echt wel dat we nu gaan zien dat ook mensen vakantie opnieuw gaan nemen, dat medewerkers ook op vakantie gaan gaan. Wij hebben daar bijvoorbeeld intern een meeting over gehad, dat we daar toch wel een bepaalde policy voor gaan moeten opmaken. Natuurlijk willen we geen beperkingen op de vrijheid opleggen, maar we zijn nu wel aan het kijken hoe we in de mate van het mogelijk bijvoorbeeld medische tests kunnen laten uitvoeren op de medewerkers die terugkomen, alvorens zij terug aan het werk gaan. Dit alleen maar om het volledige team en onze klant ook natuurlijk te beschermen en die persoon ook tegen zichzelf. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is naar andere ondernemers toe, dat we nu blij mogen zijn dat we opnieuw open zijn, maar dat we het even snel kunnen verknallen, denk ik, als we niet ons uiterste best gaan doen. Dus dat is absoluut de focus nu.